In januari 2017 neemt de gemeente Sertogenbosch afscheid van de Big Gelder en voert het wijkbudget in. Aan ons, studenten van de Vans Hogeschool, te onderzoeken hoe dit te gaan vormgeven. In pakket aanbevelingen wat hieruit voortkwam, is onderverdeeld in 4 onderdelen. Namelijk organisatie, proces, communicatie en uitvoering. Te beginnen met organisatie. Het is belangrijk dat de organisatie staat voor 2017. Duidelijke juridische kaders vanuit de gemeente helpen daarin mee. Deze zijn bedoeld voor de wijkraden, de bewonersadviesgroepen en uiteindelijk ook voor de bewoners. Men moet duidelijk weten bij wie ze terecht kunnen binnen de gemeente. In sommige wijken is er nog erg weinig georganiseerd. Wij adviseren de wijkraden dan ook om zo snel mogelijk bewoners te zoeken voor de BAG, met de noodzakelijke ondersteuning van de gemeente. Vervolgens, het proces. Het is belangrijk dat BAG met anonimiteit stemt en als één stem naar buiten communiceert, zodat het geen verstoring van de onderlinge verstandshouding kan veroorzaken binnen de wijken. De communicatie naar wijkbewoners en aanvragers moet transparant zijn. Aanvragers mogen een mogelijk afgekeurde aanvraag nogmaals indienen dat er een advies is uitgebracht door de BAG. Om het wat makkelijker te maken voor de leden van de BAG moet er een checklist opgesteld worden met bepaalde eisen waar een aanvraag aan moet voldoen. Toelichting is vereist door de gemeente. Om het democratisch gehalte te kunnen waarborgen, adviseren wij een kinderadviseur aan te stellen. Een frisse, jonge kijk is essentieel om tot leuke initiatieven te komen. Daarnaast moet er binnen de BAG leeftijdsclusters ingesteld worden om oververtegenwoordiging van een leeftijdsgroep te voorkomen. Als laatste adviseren wij een termijn van 1 jaar voor de herbenoeming van de BAG-leden. Essentieel voor het hele plan is de communicatie. Contact tussen burger en gemeente is erg belangrijk, door middel van inspraak en infoavonden te organiseren. Het aantrekkelijker maken van zulke avonden kan bijvoorbeeld door activiteiten voor kinderen te organiseren. Inwoners van een wijk komen in contact met een BAG. Dit zorgt voor begrip, draagvlak en mogelijke participatie, omdat men bewust is van het bestaan van het beleid en daar de juiste informatie over heeft gekregen. De gemeente kan hier aanschuiven om het beleid te peilen. Nodig de plaatselijke pers uit op de zojuist genoemde informatiebijeenkomsten en laat hun een artikel schrijven voor in de plaatselijke krant en voor in de wijkbladen. Social media, bijvoorbeeld Paperflow, moet hier goed bij aansluiten. Neem een kijkje in Gouda. Zij zijn goed op weg met de wijkbudgetten. De website Stichting Goudapot is een mooi voorbeeld hoe je de bonus kan activeren. Een overzichtelijke en interactieve website helpt om aanvragen binnen te krijgen en te beoordelen. Als laatste komen we bij de uitvoering aan. Jaarlijks kan er een top 10 van leukste subsidieaanvragen gepubliceerd worden. Dit heeft als doel om mensen te inspireren en te laten zien welke initiatieven er uit de wijk komen. Bij een fysiek instrument kun je denken aan een burgerpaal. Een opvallende paal kan de wijk in en informeert over de wijkbudgetten. Mensen kunnen ook zelf hun ideeën bij de burgerpaal achterlaten. Wij adviseren sommige wijken in het begin goed in de gaten te houden. Er zijn namelijk wijken die mogelijk niet op tijd een BAG kunnen samenstellen. Het advies is dat een aangrenzende wijk dan tijdelijk de beoordeling overneemt. Even nog even is een goed plan. Zij maken gebruik van een stoplichtsysteem. Er wordt duidelijk aangegeven op welke beleidsterreinen verzoeken ingediend kunnen worden en hoeveel vrijheid daarin zal zijn. Groen voor veel, oranje voor een beetje en rood voor niets. De ontwikkelingen aldaar zijn tevens interessant om in de gaten te houden wegens de schaal waarop burgerbegrotingen daar worden toegepast. Dit sluit aan bij de visie van Den Bosch.